sowieso 's morgens vroeg niet aan. Nou, dat maar niet doen. Oké. Okay. Fluit dan ook. Goed, we hebben een hoop te bespreken. Het thema van dit openingsdebat is de verwarming van de toekomst. Wie gaat dat betalen, zoete lieve Gerritje? En het is duidelijk dat Nederland het maar eens zonder gas moet gaan doen. En de laatste tijd een hoop gebeurd. Aardbeving in Groningen, op de schaal van Richter 3,4. Daar zit ik ietsje naast. Maar het is tot heel Nederland nu doorgedrongen dat er wat moet veranderen. En minister Wiebes heeft aangegeven dat, wat is het, naar 12 miljard kuub moeten we terug. Daar wordt al een hoop op geamendeerd. We gaan dat wel redden. Woningen moeten van het gas af. Enfin, hoe reëel zijn deze doelstellingen? Als ik het allemaal hoor, dan schrik ik ervan. Denk, hoe gaan we dat voor elkaar boksen? Wie wil daarop reageren? Nou, Groningen. Dit is inderdaad een hele ambitieuze doelstelling, maar noodzakelijk natuurlijk voor de provincie Groningen om ook de bewoners een veilige leefomgeving te geven. Ik denk dat het enorm veel inspanning gaat vergen van de industrie, van de hele samenleving, ook van onze omliggende landen waar nu mee wordt overlegd of die ook mogelijk eerder van het Groningen gas kunnen teruggaan. Dit wordt een enorme uitdaging, maar het moet. Ik denk dat het niet een vraag is of het kan. We moeten gewoon met elkaar. Moet. Het moet. Ja. Het moet. Aan het woord Marijke Kellner, GasUnie. Ik vergeet jullie voor te stellen, mijn excuus daarvoor. We hebben elkaar net al even gesproken. Maak even snel een rondje, kom ik bij je terug. Marijke Kellner, GasUnie. Kun je jezelf even voorstellen? Frank? Frank Achterberg, voorzitter van de branchevereniging Dutch Heat Pump Association. En ook de voorzitter van Bodem Energie NL. Zeg maar de bodemgebonden warmtepompen. Hartstikke goed. Henk? Ja, mijn naam is Henk Sijbering. Ik ben voorzitter van de VFK, de cv-ketelfabrikanten. En van de SIF, de Smart Energy Foundation. En wat dat betreft... Je positie is... Leuke uitdaging. Ja. Dankjewel. Ik ben Lex Bosselaar, werk voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ik ben expert warmte-koude. En ik ben betrokken bij de campagne Energie besparen doe je nu, waarin we dus ook al een eerste aanzet maken. Dankjewel. Ik ben Michiel van Werven en ik werk bij Berenschot in de energiegroep. En ik ben momenteel veel bezig met de hybride warmtepomp, een van de zaken. Ja. Heel goed. En ik ben Doeko Terpstra, voorzitter van Uneet of Eni. Heel fijn. Dankjewel voor de introductie. Wie wil reageren op wat Marijke zegt? Ik hoor een enorme uitdaging. Graag. Nou ja, dat is zo. Er is en sprake van een enorme uitdaging. En Groningen heeft ons wel weer geholpen om maatschappelijk scherp te worden op datgene wat we moeten doen. Maar ik vind dat er nu ook wel een soort ambivalentie gaat ontstaan. Want aan de ene kant zie je dat Nederland begrijpt dat er in Groningen een groot probleem is. En dat we dus eigenlijk minder aardgas zouden moeten winnen. Dus de politiek heeft zich daar nu ook aan gecommitteerd. Maar als het gaat om de vraag van welke persoonlijke consequentie vloeit daar nu uit voort, dan wordt dat niet één op één met elkaar verbonden. Terwijl dat wel in de komende tijd gaat gebeuren. Dus ik denk dat Wiebes toch een minister die wel durft. Dat heeft hij nu in Groningen laten zien. Dat heeft hij in de richting van de industrie laten zien. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij dat ook in de komende maanden laat zien. Daar waar het gaat om het afsluiten van een nieuwe klimaatagenda via transitiepaden, noem ze maar op. Ik denk dat de minister in de komende tijd de lat heel erg hoog gaat leggen. En alle partijen, als het ware, niet alleen uitnodigt, maar ook dwingt om tot stevige afspraken te komen die de politieke ambities kunnen realiseren. Want we hebben ons internationaal gecommitteerd. En zeker nu de urgentie van Groningen daarbij komt, denk ik dat de lat nog hoger komt te liggen. Maar ik denk dat er dus niet alleen een gigantische opdracht ligt om dat gerealiseerd te krijgen, maar dat er daarnaast een gigantische opdracht ligt om Nederland in zijn totaliteit mee te krijgen. Want we moeten ervoor oppassen dat dit niet alleen maar een gesprek wordt voor een exclusief deel van de Nederlandse samenleving, maar dat we dus alles en iedereen mee kunnen nemen in die enorme transitie die gaat plaatsvinden. En een slotopmerking daarbij, hoe je het bent of keert, de technische dienstverlening, de installatiebranche, wordt de spelbepaler voor het wel of niet halen van die maatschappelijke doelstellingen. Ja. Dus er ligt een grote rol voor ons als installatiebranche, maar ook een hele grote verantwoordelijkheid voor ons, om onze rol daar ook op een goede manier te pakken. Ja, er zijn twee dingen die me in dat verhaal triggeren. Dat is je persoonlijke consequentie. Wat bedoel je daarmee?
Nou, wat ik bedoel te zeggen is dat als je de gemiddelde burger ergens in een dorpje in de Betuwe zou vragen van wat vind je van Groningen, dan zal iedereen zeggen van ogenblikkelijk van het gas af. Hè? Of we moeten van fossiel af, of we moeten minder naar boven halen. Nou, iedereen die zal wel instemmend reageren op die 12 miljoen, het statement van de minister, of die 12 miljard. Maar als het dan gaat om de vraag van, en wat betekent dat nou voor jou als burger in de Betuwe? Ja. Dan denk ik dat hij vooral denkt van die Polonaise die gaat mij nog wel voorbij. En wij moeten heel erg nadenken over de vraag hoe krijgen we de burger van de Betuwe nou verbonden niet alleen met het vraagstuk van Groningen. Maar ook dat hij beseft dat hier een persoonlijke consequentie uit voortvloeit. Dus een massaal bewustzijn. En dat massale bewustzijn dat is er niet, dat is er nog niet. En het moet wel gebeuren. En alle spelers die hier een rol vervullen in de hele energietransitie, die zullen uiteindelijk ook een rol moeten pakken in het vergroten van het bewustzijn in de richting van de man of vrouw in de Betuwe. De voorzitter heeft gesproken. Frank. Ja, dankjewel. Nou, een debat suggereert dat we het ergens over oneens zouden moeten zijn. Graag. Maar laat ik onmiddellijk bevestigen en zometeen eindigen met dat de handjes, de kwaliteit en de kwantiteit daarvan waarschijnlijk de sleutelfactor gaan worden. Even terug, de ontwikkelingen gaan nu inderdaad heel hard. Ze gaan zo hard dat je bijna dagelijks plannen moet aanpassen of perspectieven moet aanpassen. En als je even een klein stapje terugneemt, we gaan af van het natuurlijke tempo wat ontwikkelingen van, zeg maar, voor Nederland nieuwe technieken, voor Nederland, want in het buitenland zijn bijvoorbeeld warmtepompen al heel erg gangbaar, maar voor Nederland nieuwe, die heeft een natuurlijk tempo. Een introductie, en het duurt voor dit soort technieken gemiddeld 25 jaar voordat dat echt voet aan de grond krijgt. Goede nieuws is, het begon al in 1990 in Nederland, dus we zitten ruim voorbij die 25 jaar. Wat dat betreft kunnen we gaan doorpakken. Maar ook als je daar een beleidskwestie van maakt, en we moeten van het aardgas af, dan betekent het dus dat je een heleboel dingen gaat forceren. En forceren betekent van het natuurlijke tempo af en ook van natuurlijke mechanismes. Even een lange sprong maken. Volgens mij leven we in een tijd dat kapitaal op zoek is naar projecten. Dat is heel lang andersom geweest. Mm-hmm. En kapitaal is, als je het hebt over de transitie van verwarmen, en zeker als je het hebt over huishoudens, een heel aparte vraag. Want dat zijn namelijk relatief hele kleine projectjes. Volgens mij is de kunst voor de maatschappij, en vooral voor de waardeketen, om daarin te bundelen. Om te komen tot totale projecten, en daar dan de financiering voor te zoeken. Waarom zeg ik dat ook? Want de titel van het debat is, wie gaat dat betalen? Mm-hmm. We hebben het uiteindelijk over technieken die een hele gezonde business case hebben. Zeker. Dus als je over 15, 20 jaar kijkt, de afschrijvingstermijn van apparatuur, sommigen hebben het veel langer, een hele gezonde business case, dat levert geld op. Maar het gaat erom, wie schiet het voor? Pleit je voor vertragen? Want je zou ook kunnen versnellen. Nee, absoluut niet. Ik pleit ervoor om succesvolle formules zich te laten herhalen. Wat je ziet in de warmtepompwereld, hè, want laat ik dat even als voorbeeld nemen. We praten natuurlijk over meer technieken, maar dat is de branche die ik vertegenwoordig. Leveren mensen heel graag een warmtepomp. Maar een warmtepomp is een deel van een totaal klimaatsysteem. Wat er nu gebeurt in de branche, de koplopers, die zijn bezig met een totaal installatie te doen, een totaal klimaatsysteem, en die verkopen warmte. Het businessmodel lijkt op de warmtenetten. Dus er wordt iets aangelegd en er wordt uiteindelijk warmte verkocht met een prestatiegarantie. Dat is goedkoper voor degene die afneemt. En als je die formule zich laat herhalen, dat betekent dat je dus relatief eenvoudig kan opschalen. Mag de microfoon iets? Ja. Was ik wel te verstaan? Ja. Dus zeker niet vertragen. Laat ik daar even voorop laten zeggen. Maatschappelijk gezien zeggen we dat dit sneller moet dan de business as usual scenario. Nou, wat het is, zei, het is een debat, dus ik ga daar dan toch even op in. Graag. Aan de ene kant denk ik van, we hebben het ook in een paar jaar het gas aangelegd, dus eraf moet dan ook kunnen. Als je echt wil, kan het. Aan de andere kant denk ik van, laten we ook opletten. We doen nu ervaring op met componenten, maar van gas af is veel meer dan alleen een paar componenten. Dus laten we ook de ervaring die we nu opdoen maar vasthouden en dan uitrollen. En dus niet proberen iets uit te rollen wat nog niet rijp is, want dat krijg je terug. Maar ik dus vind wat dat betreft wel wat temporiseren misschien, of in ieder geval goed nadenken over de stappen. Ja. Maar ik vind dat er zitten wat mij betreft twee elementen aan dit debat. Het heeft als het ware die technische component, waar jullie het ook even over hebben, in de zin van wat is technisch allemaal mogelijk en wat voor variatie is daar ook op toepasbaar. Maar ik vind op zijn minst zo belangrijk om ook het maatschappelijk debat te voeren. Van hoe zorgen we ervoor dat we in datgene wat technisch al kan,
mensen in de samenleving meenemen. Want wij kunnen wel van alles willen regelen, technisch gesproken. Maar als we uiteindelijk daar draagvlak op verliezen in de samenleving zelf, dan doen we het helemaal verkeerd. Dus we moeten iets zien te vinden wat het een met het ander combineert. Dus ik geloof heel erg, vanochtend had ik een gesprekje met iemand. Ik zei van ja, weet je, ik geloof dat het ook wel op de technische toepassing op een aantal plekken trial and error is. We hebben nog niet het pad gevonden. Dus laten we daar ook vooral mee doorgaan en experimenteren, het goede zien te vinden. En tegelijkertijd en daarnaast en daarin boven zoeken naar de mogelijkheid om maatschappelijk draagvlak voor verandering te vergroten. Om daarmee ook de snelheid van verandering meer solide te maken. Want ik blijf inderdaad ook maar zeggen, als het gas in 10 jaar in Nederland uitgerold kon worden in de jaren 60, waarom zouden we dan niet in 30 jaar op een andersoortige manier op kunnen lossen op een vergelijkbare manier? Toen gingen we van kolen naar gas. Dat is wat anders dan zeggen van ik ga van het gas af en ik weet niet waar naartoe. Dat is heel wat anders. Maar mag ik heel even, want ik denk dat het probleem op zichzelf, wordt het ook in kader van een soort framing, wordt het nu neergezet alsof het een gigant van een probleem is. En ik denk dat dat heel goed kan meevallen. Als ik u voorbeeld afwit, tenminste als we praten over de gebouwde omgeving. De gebouwde omgeving gebruikt tussen de 10 en 11 miljard kubieke meter op dit moment op jaarbasis. We hebben de mogelijkheden om met techniek en met isolatie terug te gaan naar globaal 3 miljard kubieke meter. Dan heb ik de warmtepomp nodig, dan hebben we van allerhande dingen nodig, zullen we ook wel een stukje warmtenet nodig hebben en alle technische mogelijkheden. Maar vooral ook, en wat u zegt, ook tussen de oren bij de mensen dat men energie moet gaan besparen. Die woningen waar die nu nog lekken en doen, die moeten op een gegeven moment echt heel goed geïsoleerd worden, anders kun je van alles doen, maar dan gaat het je niet lukken. En als ik dan in een afgelopen week in de krant lees dat als wij de huidige cv-ketels zouden ombouwen naar andere vorm van gas, dat zij H-gas, het zij andere vormen, dat in de miljarden loopt, dan wil ik deze kans toch even waarnemen dat volstrekt buiten alle waarheid is. Dus ik hoor je zeggen, niet van gas af, maar efficiënter gebruik van gas. Ja, in mijn principe is dat je in het net, zowel elektra als gas, geen fossiel meer moet stoppen. Dus in de basis moet je daar duurzaamheid in stoppen. Je moet schone elektriciteit leveren en niet zoals ik zondagavond op de televisie konden zien, dat we nu nog maar 2% van onze energie is duurzaam. Hè? 2%. Waar hebben we het over? En we zitten hier met elkaar te praten. Van onze totale energieverbruik. Ik zie hier iemand heel nadrukkelijk op nee. Ja, nou het is ook een beetje. Wij doen nog samen met één microfoon. Als dat niet symbolisch is, dan is het toch geweldig. Maar Frank, jij denkt er anders over. Dankjewel Henk. En dat is inderdaad hybride. Want het is toch een kwestie van daarin samenwerken. En van het een naar het ander over. Kijk. Dat gaat er niet om wat ik vind, maar de statistieken geven aan dat we op 1% of 7% duurzaam in zijn totaliteit in Nederland zitten. Maar we hebben het hier wel over de gebouwde omgeving. Dus als je daar dan specifiek naar kijkt, dan hangt het er heel erg vanaf. Waar heb je het over? Welk type gebouw? We praten al snel over woningen, maar per slotverrekening is dat maar de helft van de gebouwen die we uiteindelijk moeten verwarmen en koelen. Overigens, hecht er toch aan om even één opmerking te maken, want we hebben het altijd over duurzame bronnen van energie en verwarmen. Als je naar het Nederlandse klimaat kijkt, dan is het in de winter zeg maar net even te koud. Ik ga het even zo doen. Ja, gaat het beter zo? In de winter is het net even te koud en in de zomer net even te warm. Dus zeg maar gemiddeld is het ongeveer goed. De beste methode is dus om die koude in de winter op te slaan en te gebruiken voor koelen in de zomer. En de zomerwarmte op te slaan gebruiken voor de winter. Dus dat doe je met bijvoorbeeld bodemenergie. Dan heb je dus netto, eigenlijk is dat de ultieme vorm van besparen, dan heb je netto nog maar een heel klein beetje energie nodig om dat uiteindelijk op te wekken. Ja. Als je op die manier dus gaat kijken naar systemen, dan kom je tot efficiëntie. De vraag is natuurlijk, hoe ga je vanuit de huidige gebouwvoorraad daar naartoe? Beantwoord die vraag? Hoe? Ik ben gecharmeerd van zeg maar, de benadering, die kwam uit een rapport van Berenschot, mede in opdracht van de GasUnie. Hoe komen wij het snelst uiteindelijk tot duurzaam? Want je moet dat eindbeeld niet vergeten. En dat ben ik volstrekt oneens met mijn buurman. Daar hebben we wel degelijk een beeld bij, hè? Een all-electric maatschappij.
Hoe dat er precies uitziet, daar kunnen we het over hebben, maar dat beeld is wel helder. De vraag is, hoe kom je zo snel mogelijk daarheen? En dan zijn hybride vormen een volstrekt legitieme manier om de transitie in te gaan. Zijn er al voldoende alternatieven voor gas? Ik hoor bodemenergie, waterpompen, stadsverwarming, zonne-energie. Ja. Zijn er, is de gereedschapskist met alternatieven vol? Ik bedoel, ik denk niet dat je een heel duidelijk ja of nee kunt zeggen, maar er zijn een heleboel technieken beschikbaar. Ik denk dat de grote uitdaging nu met name is dat we niet meer de luxe hebben om te kijken hoe we het in 2050 allemaal voor elkaar gaan krijgen. Nee, we hebben nu een probleem en we moeten zo snel mogelijk nu zorgen dat we die 12 miljard kub, dat we daarop gaan komen. En dan kunnen we heel lang praten over allerlei eindoplossingen die heel goed zouden zijn in 2050. Maar dat vind ik eigenlijk een andere discussie. Het gaat om wat krijgen we nu de komende jaren zo snel mogelijk voor elkaar. Ook dan kun je allerlei discussies krijgen over welke technologieën zijn het best. Ook daar hebben we niet heel veel tijd meer voor. We moeten gewoon een paar keuzes maken en gaan. En dan geldt een beetje de adagium van het betere is de vijand van het goede. Er is altijd wel een argument te verzinnen waarom een andere technologie beter is. Wij hebben dan vanuit Berenschot even specifiek naar de hybride warmtepomp gekeken als een van de mogelijkheden. Ik denk niet dat dat de oplossing voor alles is. Hè. Dus ik denk een warmtenet met een duurzame bron moet je gewoon doen waar het kan. Een all-electric warmtepomp in goed geïsoleerde huizen, meteen doen. Maar ik denk dat de grote uitdaging, zeker als je op korte termijn iets voor elkaar wil krijgen, de gebouwde omgeving is waar de isolatie nog niet zo goed is dat je een all-electric warmtepomp kunt plaatsen. In die situaties waar geen duurzame warmtebron en warmtenet beschikbaar is. Ja, wat doe je dan? Daar hebben we denk ik nu voor het eerst te maken met iets dat we niet meer kunnen wijzen naar, we zetten weer een extra windpark neer of we gaan iets op zee oplossen of we doen extra biomassa bijzaak. Nee, daar moeten we nu in de actie. En daar ben ik persoonlijk voor overtuigd dat de hybride warmtepomp een technologie is die het meest laagdrempelig daar en het snelst een bijdrage aan kan leveren. Is hij al helemaal klaar? Nou, dat denk ik niet. Hè. Die zit nog in een opstartfase. Maar ik denk dat we daar wel op heel korte termijn flinke slagen kunnen gaan maken. Dat zou mijn antwoord zijn. In aanvulling daarop, ik denk dat de hybride warmtepomp kan helpen om heel veel snelheid te maken, zoals je zegt. Omdat je daarmee 50% van het gasverbruik kan terugbrengen. Dat betekent, er worden jaarlijks 400.000 aan cv-ketels herplaatst. Stel je nou voor dat we dat als hybride warmtepompen zouden, dus als standaard zouden verheffen. Dan betekent dat we in 3 jaar 1 miljard kub aan gas kunnen besparen. Dus dat zet best wel zoden aan de dijk op korte termijn. Dan hoef je geen enorme aanpassing aan je woning te doen. Je hoeft geen warmtenet aan te doen. Dat kan heel snel. Is bewezen technologie. Precies. En iets anders wat ik wil toevoegen is dat naast die technologie het ook heel belangrijk is om de gassen duurzaam te maken. Want groen gas is iets waar we verwachten dat in de komende jaren opgeschaald kan worden. Er zijn nog wel randvoorwaarden voor nodig om dat ook voor elkaar te krijgen. Als alle schouders eronder gaan, dan kunnen we misschien tot 3 miljard kub komen in 2030. En dat is voldoende om uiteindelijk ook de hele gasvraag die dan nog nodig is, met groen gas te voorzien voor de gebouwde omgeving. Als je 30% van de woningen van hybride warmtepompen zou voorzien, zou je met 1 tot 2 miljard kub met groen gas dat ruim voldoende helemaal duurzaam kunnen verwarmen. En dat is waar we naartoe moeten om ook naar duurzame Ik wil daar graag op reageren. Ik geloof ook in groen gas, alleen wat ik nog mis is het beeld wie het gaat gebruiken. Want het zwaar transport wil op groen gas gaan overschakelen, de grote industrie wil op groen gas overschakelen en de gebouwde omgeving. En die 3 miljard is niet genoeg voor allemaal. Dus dat vergt dat we gewoon met ook een visie komen. Hoeveel gas is er? En waar kunnen we nou het beste inzetten? En dan denk ik dat in veel gevallen de gebouwde omgeving andere opties heeft. Ik wil nog even verder gaan op de discussie daarvoor. Ik denk dat vooral ook naar niet alleen de technische oplossing is, maar vooral ook even naar de klant kijken. Er kunnen wel veel technieken zijn, maar de klant overziet het niet. De klant die wil isoleren en een installatie aanpassen, die moet naar verschillende partijen. En die krijgt daar verschillende antwoorden. Hij moet zelf maar zien hoe die daarin jong leert. Ik denk dat dat de uitdaging is voor de branche. Van kom met een gezamenlijk voorstel.
Dat we net zoals je, als je een nieuwe badkamer koopt, dan zet je één handtekening en dan komt het in orde. En zo willen mensen nu werken. En niet zelf met 3-4 partijen gaan schakelen en allemaal horen van ja, het ligt niet aan mij, want het ligt aan die ander. Nou, ik ben het wel mee eens. Kijk, als je mij de vraag stelt van geloof je in biogas, geloof je in watergas, geloof je in, het maakt me eigenlijk niet uit wat. Dan zeg ik van ja, ik geloof er wel in. Waarom geloof ik erin? Ik weet er niks van. Ik heb er geen verstand van. Maar waar geloof ik in? Dat er op dit moment gewoon geen één enkelvoudige weg te vinden is die een mainstream wordt. Waar ik dus in geloof is dat wij gewoon al dat soort paden zouden uit moeten ontwikkelen. En het goed op de potentie beoordelen en de winst eruit halen en dat zo massief mogelijk uitrollen. En let it happen, om het zo maar even uit te drukken. Dus laten we vooral die verschillende wegen zien te bewandelen. Dus ik blijf dat maar zeggen, het is voor een deel dus ook nog steeds trial and error. Ik ben wel heel erg ontvankelijk voor de opmerking van, je zou ook na kunnen denken over de vraag, hoe kunnen we de gemiddelde burger meer en beter betrekken bij die hele energietransitie en hoe kunnen we ook de goede informatie overbrengen. Nou, wij hebben ons als Uneto VNI, jullie volgens mij ook als gasunie, gecommitteerd aan dat beroemde Team Petersjoule convenant vorig jaar. En daar zit dit element ook heel sterk in opgenomen. Van hoe kunnen we ervoor zorgen dat de consument, de klant, op een goede manier geïnformeerd wordt over datgene wat we eigenlijk met z'n allen willen. Wat voor keuzemogelijkheden daarin zitten. Welke keuze hij of zij daar zelf in kan maken. Dus ik denk dat wij ook wel de verantwoordelijkheid dragen om die bewustwording te laten plaatsvinden. Want ik denk inderdaad dat je terecht zegt van de klant die weet vaak helemaal niet wat kan en wat de mogelijkheden zijn. En dus ook niet precies welk pad hij of zij moet bewandelen. Dus die vraagt een ander soort expertise. Ja, misschien, we zijn nu begonnen met de campagne Energie besparen doe je nu. Daarin doen we in ieder geval voor de componenten al wel die informatie. Maar daar hoort nog wel een volgende stap bij. Maar de eerste stappen zijn er, ook samen met alle partijen hier aan tafel. Ja, precies. Ik denk dat de doelgroep die hier vandaag aanwezig is, een hele belangrijke is om zeg maar die voorlichting ook te geven. Want volgens mij is de installateur degene die als enige bij de mensen thuis komt op het moment dat hij een nieuw verwarmingssysteem moet hebben. En ik denk dat het ook belangrijk is dat die ook de ambassadeur gaan zijn voor de duurzame verwarmingstechnieken. Dus dat is denk ik een hele belangrijke groep die hier een rol kan gaan spelen. En als ik nog even mag ingaan op wat Lex net zei over die duurzame gassen. Wat is nu beschikbaar voor de gebouwde omgeving? Ik noemde net al even groen gas. Ik denk dat daarnaast waterstof een belangrijke rol gaat spelen. Die kunnen we ook grootschalig wellicht op zee gaan produceren. Ik denk dat die een waterstof met name voor de industrie en het transport de belangrijke nieuwe brandstof kan gaan zijn. Zodat ook het groene gas, wat ook meer decentraal geproduceerd kan gaan worden, voor de gebouwde omgeving beschikbaar kan zijn. Ik zou nog even willen inhaken op de discussie hiervoor. Ik denk dat het heel goede initiatieven zijn om aan die bewustwording te werken. Ik vind die energie besparen doe je nu een supergoed initiatief. Ik weet ook al vanuit Uneto VNI dat er initiatieven zijn om opleidingsprogramma's te starten. En dat juich ik enorm toe. Ik denk dat we niet de luxe hebben zeg maar, om het daarbij te houden. We moeten echt nog veel verder gaan. Dus ik zou bijvoorbeeld wel, ik zie wel wat in... bijvoorbeeld een verbod, of nou laat ik het anders zeggen, de verplichting om vanaf een bepaald jaar alleen nog maar verwarmingsinstallaties met een rendement boven de 140% te hebben. Dan bied je de industrie echt perspectief. Hè. Dus ook de partijen die warmtepompen moeten gaan bouwen, dan heb je een beetje kip-ei-probleem. Hè. Dus hoe ga je dat doorbreken? Ja, nogmaals, we kunnen allerlei stimuleringsmaatregelen en bewustwording, dat vind ik ook hartstikke goed. Maar Gaat het dan gebeuren? Hebben we dan genoeg snelheid? Ik denk niet. We moeten daar nog veel harder op doorpakken. Dus ook daar geldt volgens mij, wat Doekle net zei, het moet een combinatie van een heleboel dingen gaan worden. En ik denk ook in dit soort beleidsdiscussies, dus een combinatie van alles, maar wat mij betreft ook een harde verplichting. Ja, het thema van deze sessie is de verwarming van de toekomst. Maar ergens in mijn achterhoofd zit ook, we hebben heel erg geprofiteerd van het gas. En gaan we niet naar een situatie toe dat we allemaal moeten erkennen dat we naar een verarming in de toekomst gaan. Dat als we van het gas afgaan, dat ook financiële consequenties heeft voor ons allemaal. Of maak ik het daarmee te dramatisch? Nee, dat is wel mooi om daar even iets op te zeggen. Dat is ook zo leuk van zo'n hybride product.
dat je dus van de ene kant ook een voeding hebt met elektra en van de andere kant een voeding hebt met gas. Waarbij ik er dus even van uitga dat het beide duurzaam zou moeten zijn, zowel die elektra kant als die gaskant. Maar ik ga ervan uit dat we in de toekomst flexibilisering van energietarieven krijgen. Dus dat het op het ene moment elektra duurder kan zijn en op het andere moment gas duurder kan zijn. De digitalisering van de producten waar we nu mee bezig zijn, met cv-ketels en met warmtepompen en dan vooral die combinatie als een hybride situatie, die kunnen we heel goed gebruiken om te schakelen op momenten dat bepaalde energievormen of duurder zijn of goedkoper zijn. Daarom ben ik ook voor hybride installaties, hybride aansluitingen in woningen. En gaat het mij ook te snel om te zeggen, nieuwbouw, all electric. All electric, en dan maakt niet uit of het 6% is of 10% duurzaam is. Maar ook dat is nog niet zo duurzaam. We hebben met de voeding van gas... Maar wachten is geen optie, lijkt het. Nee, dus doorgaan en dan hybride erin te zetten. En dan kun je, daar kun je ook tegen consumenten, die overtuiging naar een consument toe, van als je zegt van ik moet een nieuwe cv-ketel hebben. Nou, ik neem nou een hybride product. Relatief is dat niet zo'n gigantische uitgave, wat dan extra moet doen. En dan bent u voor de toekomst altijd klaar. Of het nou in de richting van elektra gaat, of het gaat in de richting van schoon gas. U heeft altijd de goede installatie. En dat lijkt mij gewoon een geweldige mogelijkheid. Ik proef in de woorden van Michiel wat twijfel of het, als we het laten bij bewustwording, of we dan snel genoeg gaan. Kan er ook iets in zitten van bestraffen en belonen? Kan er een financiële impuls zijn om een stap te zetten die ons gaat helpen? Ik denk dat dat sowieso gaat gebeuren. Maar kijk, het gesprek hier aan tafel vind ik al een illustratie van hoe ongewis het allemaal is. Jullie zeggen van, nou ja, we moeten inzetten op hybride. Jij zegt van, nou, ik weet niet of we dat moeten doen. Het kunnen andere varianten zijn. Nee, ook. Maar dit geeft al aan hoe onzeker en ongewis de verschillende keuzes zijn. En mijn stelling blijft, laten we elkaar niet bevechten op wat is het beste van ten opzichte van elkaar. Maar laten we de potentie van de verschillende mogelijkheden pakken en uitrollen. Want als wij alleen maar de ongewisheid uit blijven stralen in de richting van de samenleving, dan ben ik ervan overtuigd dat de samenleving zegt van ja, bekijk het maar. Waarom zou ik mijn rol moeten pakken als de experts niet eens weten welke kant het op moet gaan bewegen? Dus ik denk dat we zouden moeten willen accepteren, maatschappelijk, politiek, maar ook in de bedrijven, dat er gewoon vele wegen potentieel naar Rome leiden in dit geval. En laten we ze gewoon pakken en verkennen en uitrollen en daarmee de consument ook proberen te overtuigen. En dan gaan we weg ontdekken. Kijk, als het gaat om hoe halen we de consumenten bij. Wie is het geweest, die heeft recent berekend dat de transitie voor de gemiddelde burger 18.000 euro met zich mee zou brengen. 18.000 euro. We moeten er erg voor oppassen dat we niet de elite van het land als het ware in positie brengen die zegt van nou ja, ik ga dat wel voor die investering voor mijn rekening nemen. En dat heel veel mensen daar niet in mee kunnen. Dus ik vind dat we echt ook samen de verantwoordelijkheid zouden moeten nemen in de richting van bijvoorbeeld banken en verzekeraars en pensioenfondsen en wie dan ook maar, om met z'n allen institutioneel na te denken over de vraag welk arrangement zouden we kunnen maken, zodat het voor iedereen mogelijk is om uiteindelijk zijn of haar woning te verduurzamen en daar de investering op te nemen. En dat hebben we nog niet goed gedaan. Dus wij moeten onzekerheid wegnemen en die onzekerheid kunnen we wegnemen door vertrouwenwekkende instrumenten te vinden, financiële arrangementen te vinden voor mensen waar dan ook maar in het land. En laat ze zelf kiezen welk spoor ze uiteindelijk in die verduurzaming zouden willen bewandelen. Ja, Doekle. Die situatie van die 18... Even Lex, sorry. Kom zo bij. Ja, misschien als ze zelf kiezen. Ik denk dat we ook even moeten kijken naar een andere belangrijke partij, de gemeente. Die gaan nu ook allemaal plannen maken. Zeker. En dat kan betekenen, dat je nu 20.000 euro investeert en dan zegt de gemeente, ja, maar kom met een warmtenet langs. En dan was dat misschien de beste optie geweest. Dus daar moeten we in ieder geval rekening mee houden. En het andere punt is denk ik die 20.000. Ik denk dat we er wel op moeten rekenen dat het warm houden van onze huizen meer geld gaat kosten. Maar terecht, wat Doeken zegt, we moeten wel zorgen dat het voor iedereen betaalbaar blijft. Maar het gaat meer geld kosten ten opzichte van nu.
Ja, ja, oké. Okay. Ik kom zo bij Marijke. Ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn nu in dit moment om de burger te overtuigen om hele hoge bedragen te noemen. Als wij de hybride producten in een woning zetten, zo met elkaar, Uneto VNI, de warmtepompbranche, de cv-ketelbranche, dan praat je misschien over een meerprijs van 3.000 tot 4.000 euro. Dan mag je ook wel eens zeggen, schuif die mensen niet direct met een soort framing gigantische problemen. Uiteindelijk levert de zon zoveel energie op deze aardbol, dat het alleen maar een kwestie is van hoe slaan we hem op en waar brengen we hem heen en wanneer brengen we. Maar dat er voldoende energie is, dan kunnen we met een fantastisch vrolijk en gezond hart gewoon lekker naar huis toe gaan en zeggen, maar wij moeten het regelen met eenduidig vraag. En dan vind ik dat we met elkaar al ons uiterste best gedaan hebben rondom die hybride. Want u ziet hier op een aantal fronten. Wat mij betreft daar geen misverstand over. Ik vind eigenlijk ook die 18.000 euro, zoals ik hem tegenkwam, weer een frame waarbij ik denk van daar gaan heel veel mensen van schrikken. Ja. En we moeten wegblijven van dit soort financiële frames. Daar van ben ik het mee eens. 3.000 euro denk ik ook. Ja, hoor. Nee, ook dat zou nog kunnen. Waar het mij om gaat, ik vind dat we sowieso weg moeten blijven van financiële frames. Wat veel interessanter is om na te denken over de vraag, hoe kunnen we uiteindelijk voor mensen die een keuze maken om te investeren in de verduurzaming van hun woning, een zodanig aantrekkelijk financieel arrangement maken dat zij het ook aandurven om die stap te maken. En ik denk dat er nu heel veel mensen zijn die ook terughoudend zijn op de 3.000 of 4.000 euro. En dat ze het niet aandurven omdat dat voor hen een financiële last is die ze niet kunnen of willen nemen. Laten we dat dan combineren met circulaire economie. Laten we dan op een gegeven moment zeggen van de leveranciers blijven eigenaar van de producten. En wij leveren warmte voor die mensen. En wij zorgen ervoor dat het duurzaam is. Ja, maar waarom mij. Prima. Nee, ik heb zoiets van. Volgens mij vindt er op dit moment, ik blijf het maar even deftig zo zeggen, geen institutioneel gesprek plaats over de vraag hoe kunnen we de lasten voor de burger uiteindelijk zo aantrekkelijk maken dat hij het aandurft om te investeren. En er zijn natuurlijk een paar banken die dat zonderlijk doen en ongetwijfeld ook een verzekeringsmaatschappij. Maar waar zit het echte gesprek? Waar zit de bundeling van dit gesprek om ervoor te zorgen dat we hier echt wat op gang krijgen in Nederland? Ja, nou. Dat is wel belangrijk, want hoe je het ook wendt of keert, de netbeheerders die hebben samen met CE Delft ook gekeken wat nodig is om ook die energietransitie betaalbaar te maken. En uiteindelijk blijkt dat de totale energiekosten zullen verdubbelen ten opzichte van nu. Dus los van de bedragen die vandaag of morgen moeten worden geïnvesteerd, maar we staan voor een enorm vraagstuk, ook financieel. En daar moeten we wel goed over nadenken hoe ook de burger dat kan betalen. Precies. En ik denk dat we daar ook met de burgers moeten meedenken, precies, met de gemeentes moeten meedenken. Want het is echt heel complex. En een keus die een gemeente maakt of die een hele wijk maakt, gaat ook consequenties hebben voor investeringen die er netten moeten worden gedaan. Of misschien extra productievermogen wat nodig is om leveringszekerheid te bieden. Dus dat is best ingewikkeld. Dus daar moeten we de gemeenten en de burgers mee bijstaan. Ja, kunnen we de massa vragen om in het kader van co-creatie mee te denken over oplossingen? Dat denk ik. Is dat waar je voor pleit? Dat denk ik zeker, ja. Als netbeheerders proberen we de krachten al te bundelen. We proberen ook de samenwerking te zoeken met andere partijen die hierin belangrijk zijn. Er wordt nu nagedacht over een soort expertcentrum die ook hierbij ondersteuning biedt. Ik denk dat daar ook de kennis verenigd moet worden om ook support te bieden bij het maken van de juiste keuzes. Ik geloof dat Frank komt zo bij, Michiel. Ja, nou, het aardige van de discussie, als we het hebben over bedragen en investeringen, dan is ook altijd de vraag, wat is het alternatief? En inmiddels denk ik dat we het punt voorbij zijn dat niks doen een alternatief lijkt. Of de gasketel houden zoals die is. Dat punt zijn we voorbij. Dus in die zin is dat collectieve bewustzijn, er moet wat gebeuren er wel degelijk. Ik wilde graag ondersteunen wat Doekla daar straks zei, dat die creatieve strategische arrangementen. Dat bedoel ik ook aan het begin met, er is best kapitaal. En als je dus het frame maakt van wat kost het per hoeveelheid warmte, of van mij per jaar, op termijn met welke investering, dan wordt het aantrekkelijker om zo'n totaalarrangement te hebben. Want dat is de tweede. Laten we dan inderdaad, en met we bedoel ik ook de collega branches hoor. Tot nu toe zaten wij op het punt van het moet een puntje-puntje apparaat zijn, want die is beter dan apparaat I. Inmiddels zijn we zover dat we natuurlijk zien dat die markt enorm gaat groeien voor de apparaten, maar vooral voor de systemen.
En laten we dan de handen ineens slaan. En sterker nog, dat is gehoord. Want in Nederlandse Vereniging Duurzame Energieverband zijn we collectief aan het praten over dat soort totaal aanbiedingen. En dan heb je het dus over een pakket met isolatie, met een warmtebron en uiteindelijk zeg maar ook de installatie erbij, tot en met de exploitatie ervan. Want niet noodzakelijkerwijs hoeft de gebruiker de eigenaar van het apparaat te zijn. Wat dat betreft is lease of nou, welke formule je er ook aan hebt, een hele interessante optie. Het aardige is, ook dat hoef je niet opnieuw uit te vinden. We zitten wel degelijk al een tijdje in die situatie die jij net beschreef. Namelijk dat de elite, zeg maar de innovators, de early adapters, die doen het al. Die hebben al zo'n ding, die hebben relatief meer uitgegeven. De vraag is om dat te vertalen naar de massa. De bedragen die ik hoor, daarvan denk ik steeds, dat is voor Piet en Truus, mijn buren, niet op te brengen. Die gaan dat niet doen. Maar als je dat soort bedragen verdisconteert in levenslange huur of een hypotheek, dan praat je over... Precies. En dan wordt het dus per definitie goedkoper. Dan hik je niet meer aan tegen een grote investering. Maar dan sla je het om. En dan de ultieme formule daarvan is dat je warmte uiteindelijk verkoopt. Met een prestatiegarantie, want dat is ook nog een zorg. Hè. Bij die relatief nieuwe technieken is de zorg ook, werkt het wel goed? Dan gaan verschillende verhalen de ronde. We gaan ook nog eens een keertje die hypecyclus door. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Die zullen niet allemaal worden waargemaakt. Dus ook daar, dat moet je pareren. En de oplossing zit daar ook in, en dat hoort bij die financiën, in een prestatiegarantie. Zodat de burger of de professional, laten we niet vergeten, ik begon ermee, de helft van de vierkante meters die wij aan het klimatiseren zijn, die zitten ook in professionele gebouwen. En daar wordt wel degelijk het goede sommetje gemaakt. De warmte hier trouwens is ook bodemenergie. Ik kijk even omheen, want we hebben nog 7 minuten. En er zijn gelukkig ook nog mensen die zitten te kijken en te luisteren. Is er hier iemand die zegt, ik wil iets vragen of iets toevoegen? Dan komen we even met een microfoontje naar je toe. Ik zie daar iemand die wil iets zeggen. Zal ik even gastheer spelen? Assistent. Goed in de microfoon praten. Nee, ik kijk hem niet af. Ja, Oké, het is een beetje slecht te verstaan hier. Maar kijk, het gaat natuurlijk dat we het allemaal zo energiezuinig willen gaan doen. Maar ook naar de kant van het milieu. Als we heel veel electric zouden gaan doen... Dan moeten we natuurlijk ook kijken wat is het rendement van die electric. Als we daar meneer horen zeggen, ja, we willen die CV-keer 140% rendement gaan brengen, ja, dan zijn we goed bezig. Maar als we kijken, wat halen we eigenlijk bij een gewone woning uit die elektra, vanaf de bron tot in de woning. Hoe ver zitten we eigenlijk dan met mijn rendement? Hè? Inclusief isolatie. Dus ik ben zelf installateur. Hè. Dus op het moment dat ik bij een klant kom, ga ik eerst zeggen... wilt u een warmtepomp? Ja, een warmtepomp wil ik heel graag, zegt die klant. Hoe is uw woning? Ik denk zeker 8 van de 10 vragen die ik krijg, is de woning niet geschikt voor een warmtepomp? Ja, dat is gewoon niks aan te doen. En dan zeg je, oké, ga eerst eens kijken, zou u niet eens gaan investeren in uw dubbel glas, in uw isolatie? Wat is uw vraag? Is het wel allemaal naar het rendement, naar het milieu toe, is het all electric, is dat... uiteindelijk wel de oplossing. Ik denk wel dat er andere oplossingen zijn natuurlijk. Meer een stelling, maar... Wie wil daarop reageren? Jawel. Ik wil in ieder geval wel een reactie geven dat... we volgens mij hier ook al de opties bespraken van alternatieven voor all electric. Ik denk dat all electric heel goed is op het moment dat je woning ook goed geïsoleerd is, zodat je met all electric toe kunt. Maar om de drempel laag te houden in die gebouwen, in die woningen waar de isolatiegraad te laag is en waar all electric niet zou uit kunnen, daar heb je bijvoorbeeld hybride warmtepomp, wat mij betreft op korte termijn een enorme gasbesparing op gaat leveren en dus ook een heel goed idee zou zijn. Nog even los van dus de warmtenetten en dat soort toepassingen. Dus ik denk all electric kan een goed idee zijn en efficiënt in die woningen waar je voldoende isolatie hebt en ook goede afgiftesystemen zoals vloerverwarming, dat soort dingen. In de woningen waar dat niet is, kan er met een hybride warmtepomp al een heel snelle slag maken. Ja, Frank? Ja, in feite zit er een A en een B vraag in. Dat is de woning geschikt en haal je daarmee voldoende plezier uit je elektriciteit? Maar het gaat ook om het rendement, als je het over milieu hebt, van die elektriciteit zelf. Hè. Dat wordt nu met gemengde bronnen opgewekt. Inmiddels is het rendement daarvan behoorlijk veel hoger dan waar we mee mogen rekenen. Even een heel actueel puntje. De 14e februari staat in de Tweede Kamer een brief van Binnenlandse Zaken op het programma. Die zegt 2 dingen. De bijna energie-neutrale woning, de eis daarvoor, die wordt naar voren getrokken. Goed nieuws. Wat er ook wordt gedaan is de maatregelen waar onder andere het rendement van de elektriciteit in zit, die wordt naar achteren geduwd. Want het rendement is al hoger dan waar we mee mogen rekenen. Dus in die zin is het rendement al hoger dan je op papier ziet.
Als we dat actualiseren, dan is het sommetje al beter. En ondertussen zijn we natuurlijk de elektriciteitsopwekking steeds duurzamer aan het maken. Dus uiteindelijk zal dat van zichzelf ook een hoog rendement hebben. En zolang we daar niet zijn, dan kun je inderdaad denken aan hybride oplossingen. En ook hybride in de zin van isolatie plus een warmtepomp. En dat is de snelste manier om voorwaarts te komen. Ja, we hebben nog 3 minuten. O jee. Wie wil nog even een laatste set doen? Ik zie daar meneer met zijn hand omhoog. Gaan we naar die meneer en dan komen we zo daar. Heel kort, ja, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Toch nog even voortgaan. Mijn naam is Artie van Schaik. En toch nog even voortgaan op de discussie die we net even hebben. Want wij krijgen nu een beetje geïsoleerde discussie alleen over de bebouwde omgeving. En de e-mobiliteit wordt een beetje losgelaten. En als we nu gaan kijken naar de vraag aan elektriciteit die hier enorm aan toenemen is, dan is de vraag van, met alle leuke plannen die we horen, kan het elektriciteitsnet het wel überhaupt aan? En kunnen we wel überhaupt op deze manier alleen maar zo beperkt blijven denken? En dus kort, in mijn optiek, dus, ja, de vraag is, moeten we niet integraler kijken? En moeten we ook niet, want ik sluit een beetje aan op de opmerking die er net is gemaakt, en moeten we niet veel duidelijker zijn naar de maatschappij? Want wie gaat het betalen? Want die discussie heb ik gemist. Wie gaat het betalen? Uiteindelijk is het de burger die gaat betalen. Ja. Als ik daar iets op mag zeggen, wat ik hier een beetje aan tafel hoor is, uiteindelijk gaan we met z'n allen, gaan de burgers het betalen, alleen andere partijen zullen het moeten faciliteren, want anders gebeurt het niet. Dat is punt. Dat is, we houden het nu even kort, omdat we aan het einde zitten. We kunnen zo doorpraten. Wilt u ook iets zeggen? Ja, dank u wel. Mijn naam is Oep-Jan de Smit en ik heb kort geleden een keer een brief verstuurd naar Doekle Terpstra over mijn vraag, wie gaat al die warmtepompen en al die installaties aanleggen? Want er zijn natuurlijk een groot tekort aan vakmensen en ik denk dat dat een heel groot probleem is. En dan kunnen we praten over gas en hybride en elektra. Maar ik denk dat dat grote aandacht nodig heeft. U zegt, ja, we hebben de capaciteit niet om het te doen. Nou, nee. Oké. Okay. Nee, je wordt minder. Oké. Okay. Doe ik dat kort? Dit is onmogelijk om hier kort over te spreken. Want dit onderwerp noem ik een veelkoppig monster. Ja. Dit is een geweldig uitdagend vraagstuk voor de komende periode. Waar halen we onze mensen vandaan om deze veranderingen op een goede manier te faciliteren, precies dit woord. Ik ben er zelf zeer van overtuigd dat onze sector, de installatiebranche, in toenemende mate de spelbepaler gaat worden. Om maar even deftig te zeggen, wij zijn de enabler om de maatschappelijke oplossingen gerealiseerd te krijgen. Zonder ons gaat het niet gebeuren. Maar waar halen we kwantitatief en kwalitatief de goede mensen vandaan? Bovendien, als het gaat om de vakmensen, dan zit dat niet alleen maar meer op, laten we zeggen, het wat klassieke monteurschap. Ik hoor in toenemende mate leden bij ons die zeggen van, moet je luisteren, vroeger was ik installateur, maar ik ben tegenwoordig ook installateur. Ik pak steeds meer de regierol op de hele technische installatie. Het betekent dat ik dataspecialisten nodig heb en andersoortige beroepen dan in het verleden het geval was. En hoe we dit op moeten lossen, daar wil ik graag nog eens een keer een uur over kunnen komen praten. Maar hier is niet één weg die naar Rome leidt, zeker niet. Want we hebben ook te maken met steeds meer concurrentie op de arbeidsmarkt. Want ook bij de zorg is een tekort, bij de politie is een tekort, in het onderwijs is een tekort. Dus de battle op het menselijk kapitaal is echt volop gaande. En ik denk, daar hebben we het niet over gehad, maar als wij deze transitie als installatiebranche op een goede manier willen pakken, en volgens mij willen we dat, dan zullen we zelf ook heel innovatief moeten zijn op een aantal, en creatief moeten zijn op een aantal vraagstukken. Dus we moeten zelf als sector ook willen transformeren. Onder andere op het gebied van hoe zetten we nou onze mensen op de meest efficiënte manier in. Ja. En daar is denk ik nog wel wat te winnen. Ja, dit zijn twee thema's die verderop in het Nieuwscafé komende dagen ook nog aan de orde komen. Doekle, jij moet rennen. Dus ik bedank je voor je aanwezigheid, voor je participatie. Ik bedank Michiel, ik bedank Lex, ik bedank Henk, ik bedank Frank en ik bedank Marijke. Geef ze applaus en ik bedank u. More.